Welkom weer bij deze nieuwe shopvlog van de Jumbo. Ik heb weer zoals iedere week bij de Jumbo en de Chris mijn boodschappen besteld. Dus dan gaan we snel even naar kijken wat we allemaal hebben gekocht. En ik heb hier de Jumbo boodschappen. We gaan van start met de koelkast en de diepvries weer. 2 x 1,5 liter halfvolle melk. Ik heb dit keer bij de Jumbo melk gehaald omdat die wat grotere verpakkingen hebben. En omdat we ook pannenkoek gaan eten deze week. Afbakbroodjes. Ik heb hier danoontjes. Dit is watermeloenijs. Die zijn heel hard gegaan de vorige week. Die heb ik weer gehaald. Airfryer, frikandellen. 3 pizza's met salamismaak. 2 koffiemelk. 2 danoontjes om... Danoontjes... Dan een rollen croissantjes om af te bakken in het weekend. Dit is een stokbrood met kruidenboter. Rookkaas. Gewone plakjes kaas. Danoontjes. Bacon. 2 brekers. Gehakt, want ik was te laat om bij de crisp nog gehakt. Dat was helemaal vergeten. Dus ik heb even runde gehakt bij de Jumbo erbij gedaan. Want dat is voor de spaghetti saus. We hebben ook een macaroni spaghetti pakket om spaghetti te maken. En de volgende lading staat ook weer klaar. Ik heb hier 2 x 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar. 3 x 1,5 liter gewone Coca-Cola. 4 Fuse Tea met mango smaak. 2 Fuse Tea met Black Tea Peach. 2 keer pannenkoeken, meer granen van Koopmans. Krakottencrackers. Een sparaine voor Steven, die neemt hij mee naar stage. Popcorn om af te bakken. Pennen voor de pasta die we gaan eten. Of farfalle, we kunnen kiezen welke we willen gaan eten. Ik heb hier witte bonen in tomatensaus. Rijstwafels. Aardappel anders, tuinkruiden, knoflook. Ik heb nog wat aardappelschijfjes in de vriezer liggen. Ik dacht van misschien is het een keer lekker om het te proberen. Met wat groenten erdoor. En ik heb hier koffiebonen, de crema. En dit is het laatste alweer van de Jumbo. Ik heb hier een heel tijgerbruin. 3 halfjes fijn verkoren. Alles was op uit de vriezer, dus ik denk ik ga weer wat halfjes invriezen. 2 maal Turkse broodhelen. Michelle vond van de crisp toch minder lekker dan deze hele grote afbakbroden van de Jumbo. Dus vandaar dat ik weer deze heb. Always. Ik heb hier spaghetti, bolognese kruiden. Vochtig toiletpapier. Sultana koekjes met appelsmaak. Een tandpasta. Deze zijn voor Rosa. 2 keer de bruine bonen. En 1 keer de... tomaat, ham, macaroni smaakt. Dat is ook lekker. Witte bolletjes om bijvoorbeeld eventjes hamburgers te bakken of zo. Dat wordt nog wel eens tussendoor gedaan. En 4 maal Snickerjacks. En dan de kleintjes. Steven die vond deze smaak heel erg lekker. Die van mij die zijn er nog. En Steven eet met me mee. Die vond barbecue heel erg lekker. En ik heb 2 dingetjes gratis bij mijn boodschappen. Waaronder deze Olveriet bio rijstenbloem. Ja, een soort pap. Die eigenlijk niemand eet. Maar en iets nieuws. Dit is, ik dacht eens dat het koffiemelk was of zo. Maar toen zag ik 1 drankje, 1 maaltijd. Dit is food. Een uitgebalanceerde drinkmaaltijd. En dan staat hier ook bijvoorbeeld 3 tot 5 uur lang een verzadigd gevoel. Volledige maaltijd. Alle belangrijke voedingsstoffen. Lekker en evenwichtig. Zeg nee tegen junkfood. Slechte eetgewoontes. iFood voorziet je van alle belangrijke voedingsstoffen en help je sterker de dag door te komen. Het is geen proteïneshake, het is geen dieetdrankje. Zeggen ze. En dit is dan de binnenkant. Lactosevrij, glutenvrij, geen toegevoegde suikers. 26 vitamines en mineralen, 33 gram eiwitten en vezels. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt zit erin, zeggen ze. Ik ken het helemaal niet. Ik weet ook niet of iemand van jullie dit alles heeft gedronken of het lekker is. Kijk, alle vitamines. Dus op zich lijkt me dit wel wat. Dus ja, een koffiesmaak. Dus ik denk dat ik er morgen maar eens ga proberen eentje. Even kijken hoeveel calorieën is één zo'n flesje. Dit is 500 milliliter. Per portie is het... Even kijken of ik het zie hoor.
Nou, dat staat er niet bij. Ik denk dat het... Of jullie zien het wel en ik zie het niet. Calorieën. 500 calorieën volgens mij. Zoveel. Maar goed, dan heb je ook echt wel alles binnen. Nou, ben benieuwd. En de crispboodschappen heb ik ook klaarstaan. Ik heb hier de dozen. En ja, ik heb wel een domme fout gemaakt, want ik heb nu toch wel te veel brood. Nou, kan het wel in de vriezer, maar goed, we gaan het even doorlopen. Ik heb hier Lisa's Choice Chocolate Chip Cookies. Ik wil hem uitproberen of die ook lekker zijn. Twee verpakkingen met, of twee zakjes met aardbeien. Ik heb hier witte druifjes. Veldsla, echt heel erg lekker deze sla. Rijstewafels, biologische zijn dit. Even kijken wat het verschil is met de rijstewafels die ik bij de Jumbo haal. Twee hele fijn volkoren. Witte bollen. Volgens mij zijn dat maisbollen. Krentenbolletjes. Ik heb hier van die ijspopsicles. Dus van die zakjes ijs die je dan zeg maar in de vriezer kan doen. Kijk, en die zijn denk ik wat gezonder dan diegene die je koopt bij de Jumbo bijvoorbeeld. Dus die wil ik even uittesten. Hier banaantjes. Dit heb ik gratis. Even kijken, wat is het? Een pecan brownie. Nou, ik ben heel benieuwd of die lekker is. Een komkommer. Een courgette. Gemixte nootjes. Ik heb hier een... Even kijken hoor. Een gevulde ijssalade. Gember. Dit is een cheesecake. Ja, cheesecake. Blauwe bessen. Dit zijn ijsjes. White Chocolate Raspberry Dream. Drie maal. Het is echt een heel klein doosje, dus ik ben echt benieuwd. Dat zijn echt kleine ijsjes, denk ik. En een groente mix om te roerbakken. Ik was dit keer bij de Crisp 55 euro kwijt. En ik was bij de Jumbo 101 euro kwijt. Dus ik heb het vrij netjes zo verdeeld tussen de twee winkels. Ik ben helemaal blij en tevreden. Ik laat jullie even zien wat we deze week gaan eten. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. En hier hangt het aan de koelkast. Op maandag hebben we aardappelen, witte bonen of rode kool, vlees en vega burger of wat dan ook. Ik eet niet zo heel veel vlees meer, maar dat wissel ik dan af met het vega vlees wat ik dan nog in de vriezer heb liggen. Dinsdag is pannenkoeken. Het is ook mijn vakantie, dus ja, doe ik altijd even pannenkoeken bakken of zo voor de kinderen of iets anders, weet je. Ja, pannenkoeken dus. En woensdag spaghetti. Het kunnen ook van die pijpjes zijn, van die strikjes. Het is maar net wat ik in de kast vind aan pasta of wat ze willen. Ik laat ze dan vaak kiezen wat ze dan willen. Fleur vaak nog wel een voorkeur voor de strikjes bijvoorbeeld. Dus dan maak ik gewoon spaghetti saus en dan doe ik daar dan gewoon een pasta bij. Maar ik heb het even spaghetti genoemd. Donderdag is het ook restjesdag, maar maak ik soms ook airfryer friet voor de kinderen. Maar de meiden die van paardrijden komen, die willen dan graag een pizza. Mijn kinderen willen dan wel eens een hamburger of je eet een restje. Het is een beetje een allegaatje die donderdag. Vrijdag eten we rijst, kip en boontjes. En in het weekend heb ik even vraagtekens, want ik weet het niet. Het is gewoon iets uit de vriezer plukken, denk ik. Ja, in de vriezer ligt altijd genoeg om het weekend door te komen. Of om ja, gewoon eens even te kijken van waar we zin in. Weet je, dat is het dan meer. Wel van tevoren goed bedenken dat ik er wel iets uithaal. Want anders wordt het helemaal niks en dan wordt het een broodje ei. Of ja, gewoon simpel. Gebeurt ook nog wel eens. En dat is niet altijd even handig. Dus daar moet ik ook wel beter over na gaan denken. Ja, dit waren de boodschappen. Ik ben nog steeds super tevreden over de Crisp. Lekker eten. Het is gewoon ook betaalbaar. Want ja, voor vlees betaal je wel meer geld. Maar het is wel vlees wat ja, niet massaal geslacht wordt. En niet van die kilo knallers, zeg maar. Nou, dat. Dus dat is een dingetje wat ik als nadeel vind van de Crisp. Is dat alles in dozen komt momenteel. En die dozen moet je dan toch wel weer kwijt in de papiercontainer. Maar papiercontainer is altijd al vol. Dus je wordt nu nog sneller vol. Dat is wel een nadeel. Maar goed, weet je. Als dat het nadeel is. Misschien moet ik dan één keer in de twee weken crisp bestellen. Maar ja, is het weer niet houdbaar? Misschien kan iemand de dozen gebruiken. Dat is misschien nog wel een oplossing. Ja, verder heb ik eigenlijk niet heel veel meer te melden. Dan dat ik jullie een heel fijn weekend wens. Dankjewel voor het kijken weer naar deze shoplog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als je nieuw bent op dit kanaal. En je denkt, nou weet je, elke week shoplog. Leuk. Beetje weekminuutje kijken. Ook leuk.
Nou, abonneer. Elke week is er weer eentje. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe vlog, shoplog of een andere soort video. Doei!